Hele goede morgen allemaal. Hier zijn we weer de laatste dag en er is wel wonderbaarlijks gebeurd. Namelijk, het heeft gesneeuwd. En ook veel. En ik zal even uit de deur filmen. Dan kunnen we beter zien. Ja, er ligt een behoorlijke laag sneeuw. Maar ze hebben hier wel de weg goed gestrooid. Of ze hebben hem gevogen. Maar de weg die is... Geveegd. Gewoon sneeuwvrij. Ja, inderdaad. Oh, maar pad ook. Dan hebben ze denk ik gestrooid. Ik denk het ook. Het is echt een behoorlijk laag sneeuw waar is gevallen. Nou, dan doen we de deur weer dicht. Kunnen we nog even genieten van de warmte. En wij gaan nu ontbijten en dan de laatste spullen inpakken. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Nou, de fietsen zitten op de drager en het regent, ik bedoel het sneeuwt, of ja, het sneeuwt niet, maar er vallen gewoon ijsblokken uit de bomen. Ja, dat is niet heel chill. Het moment waar ik lang niet naar uitkeek, is toch echt aangekomen. Het huisje is er helemaal leeg en we moeten eruit. Dus ja, een emotioneel moment altijd. Stonden hier emotioneel. Ik word er heel verdrietig van. Ja. Maar ja, we moeten eruit. Dus we gaan weer terug naar huis. En ja, dat is jammer. Dus ik kan nou ook nog voor de laatste keer deze magische sleutel de deur achter me dicht doen. En dan, ja, dan is dit een hoofdstuk achter me. En dan gaan we op naar een nieuw hoofdstuk. Waar ik, weet ik het... een eigen hobbit hol gaan bouwen en daarin gaan wonen. Dat is het nieuwe hoofdstuk. Oh, die check nog even of er echt niks aan. Volgens mij zijn wij echt niks. Nee, nou, vaarwel, hobbit hol. Ik ga je missen. Neem jij de troep nog even mee? Ja. Nou, daar gaan we eruit. Met de sneeuw er. En dan de deur dicht. Dit vind ik echt emotioneel, jongens. Het doet me echt pijn in mijn hart om deze deur te moeten sluiten voor de laatste keer. Zo. En hij is dicht. En nu nog het poortje dicht. En dan zeg ik, lieve Hobbit Hol, ik ga je heel erg missen. Het blijft voor altijd in mijn hart. De route is begonnen en mama die is daar naar binnen gegaan. Die is even... wat was het ook alweer? Zuurkool uit pot of weet ik het. Iets in die richting. Zuurkool uit. En ik weet het zo gauw niet. Iets met zuurkool tenminste. Of zuurkool uit blik. Ik weet het niet meer. Ja, dat maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Maar ze is in ieder geval zuurkool of zoiets uithalen. Voor mijn opa en oma. Want die vinden dat heel lekker. Met je onder de douche. Hey ja, hey ja, ho. Doen ze het dan, want ik droom er steeds van. Ik wil jou, jou, jou alleen. Mooi lied, hè? Van onze zangerines. Twice and God, 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 taking the hobbits twice.
Daar zijn we dan, bij het punt voor de garage van ons huis, naar de sport. We zijn weer back to onze hometown. In ieder geval wel een lekkerder bed, maar ik mis Hobbithol wel. Ik ben weer thuis en ik zit mijn kamer op te ruimen, of ja, mijn spullen op te ruimen. Kijk, daar liggen nog allemaal shit. Kijk, een deel heb ik al opgeruimd. Mijn computer staat daar. En kijk deze zieke stickers. Yo, als jullie een sticker zien, zo één, laat het me horen. Tag me erin op Instagram. Shoutout naar jullie dan. En ik heb boeken. Kijk, nieuwe boeken. Hey, twee nieuwe boeken. Ja, dat wou ik ook even laten zien. Ja. En de boom staat in bloei. En er ligt sneeuw tegelijk. Sneeuw. Ja, dat is mooi, hè? Maar de boom staat ook in bloei. Ja, alles in één. Kijk, hoe mooie boom. Hoi, yo. Hoi, yo. Hoi, yo. Kijk, en mijn tv. Ja, nou, dat was wat ik wou zeggen. Oftewel, kort samengevat. Ik ben gewoon weer thuis. Nou, kijk, ondertussen dat ik deze vlog zit te filmen, zit ik ook deze vlog te editen. Hoi, yo. Dit is de eerste vlog van de eerste dag, want ja, aangezien ik nu toch al thuis ben, nu had ik het ook op vakantie kunnen doen. Aangezien ik nu toch thuis ben, kriebel op mijn neus, non de ju. Maar ik ben nu toch thuis, dus ik dacht, ik ga even de vlog editen. Dus de eerste vlog ben ik aan het editen. Naar schotels! Nou, ik laat het erin, hè. Als je nu niet normaal doet, dan plak ik er een foto van je gezicht bij. Zo, laat dat even duidelijk zijn. Nou, goeiedag allemaal. Ik zit weer te editen, of ja, nog steeds. Ja, ik heb wel tussendoor net een spelletje gedaan. En ik heb net niet gewonnen. Dat is nou jammer, hè? Ja, dat is jammer. Ik heb het Hobbit-spel gedaan. En in die tussentijd ben ik weer verder met editen. De eerste vlog is bijna af. Ja. Dus ik wil bij deze ook zeggen, ja, waarschijnlijk ga ik de vlog eindigen voor vandaag. En dat is heel emotioneel. Maar misschien dat ik ook nog wel ga filmen. Ik weet het nog niet zeker. Nee, ik weet het nog niet. Maar ik ga in ieder geval zeggen, alvast, vergeet niet te abonneren. Doe duimpje omhoog en ik zie jullie bij de volgende vlog. En wanneer die is, weet ik nog niet. Doei!